goede dag. Ook van mijn kant hartelijk gefeliciteerd met 39 jaar staatkundig onafhankelijkheid van Suriname. Ik bevind me hier op Lidedorp, waar over enkele ogenblikken de gerenoveerde markt open gaat. En daar zullen we enkele indrukken voor u vastleggen. Kijkt u mee? In Suriname. En u sabi, dat de regering die zie, met als de president aan het hoofd, de man met wang promissie. Dat wat voedsel betreft in Akondre, a kwaliteit moest gua loop toe. Ano, ambrali moro, maar a kwaliteit, sa u erbij, dat moest de boom. U heb u zekerheid. En binnen een sociaal akkoord, a project die zie, realiseer ook toe. Mino taktum silanga uno konja hoor bigi speech, mami wan bigi kar a burgemoeder. Futakwap ki hoor tu, omdat fes ala project sa eko succesvol iap ma sa rokotranga. En ina kondre disi, ina district disi, wa bo burgemoeder. Give her a big hand, burgemoeder, absolutely. Dank u wel. President van de Republiek Suriname, zijn excellentie, Desiree Delano Boutersen, First Lady, mevrouw Ingrid Boutersen-Waldering, minister van RO, de heer Bettersen, overige hoogwaardigheidsbekleders, mamorabu furu den people fuwanika, nagasa konjaso, wordu snel, awoyok ba, en des mafu awoyok bij actie speciaal, dat president ko op Awoyo, omdat de sabi 75 jaar lang Awoyo knapu en next no ben dugi Awoyo disi. En no a regering disi mek Awoyo en dat mek hi den tak a president hemzelf moest ko op Awoyo. En dat mek u nodig en ja zo uit u no tak tum sila luku gados refe segi a kondre disi. En dat we actie president fu op a Aduku, dat we go in zee dat president kan tak naga involku. Met dat ku grantangi ete walezi, mi versteru naga dee en u abovur presiri. Met dat ku grantangi. Dank u wel, burgemoeder. Heer president, we gaan een naambord onthullen. Daarna een plakkaat, samen met de minister van RO. Minister RO, mag ik u uitnodigen? Oh. Ik tel tot drie. 1, 2, 3. Thank you.
Chagin memory, Jiguno, that the dead know the same day, full sunny, walk up in the afgelopen jaren en die deed wat project realiseren baka. Alles was op de karakter baka a praktisi. Was er aan betalen, om sarsi, de structuur. We zien dat hier, en voor ami privi in Makandra, en voor a privi in a kondre, en voor abad, en voor tjara preskana lobby, dat we deze staat voor realiseer Biggie Sunny. Ide, I don't want day for our speech. Maar mijn versteer is er nou, maar voor Namco of Jongo. Mijn versteer Lili Dorp en Ogeve. Wat belangrijk is aan jou dat ik het heb, want tegen we met deze project is hier, dat we belangrijk zijn het ontbreken. Op een herstructuur nou aan en een onderhoud. A underhold. Look for our boy, look for our legends. We swam back by Fano Nova Golomente Kavanyameko. Ma, I was the persistent to Abarawayari. I was the persistent to Abaratuyari. Today, we will take one day to Kaklava. May first day of the day, Nigel Dergiar, on a family day, that is deep mess. We gaan op naar de 40 met Gods goedvinden. Gaan we op naar de 40, zodat we meer kunnen doen in de komende 5 jaar voor dit volk. En dan wel eens zien, Grantanje, Alasma, Alamoma, Alama, Sapote, karakter in school, onder andere wat we zeggen. Dank u, Grantanje. Meneer Herrenberg, 39 jaar staatkundig onafhankelijkheid. Wat gaat er nu om? Nou, dat we vrij zijn, dat we staatkundig onafhankelijk zijn. Dat we zelf kunnen beschikken, we hebben zelfbeschikkingsrecht. Maar als je kijkt naar 39 jaar onafhankelijkheid, dan vraag ik me af of iedereen van dit volk zich ervan bewust is dat we al 39 jaar onafhankelijk zijn. 2, de doelen van een onafhankelijke staat hebben we nog niet echt bereikt. Want die doelen zijn inderdaad je als onafhankelijk land op te stellen, je eigen buitenlands politiek bepalen en je volk smeden tot één natie. Zeker wij in onze multiculturele samenleving. Daarin zijn we in de afgelopen 39 jaar nog niet ingeslaagd. We zijn op weg, het gaat de goede kant op. Ik hoop dat met 40 jaar we het groter gaan vieren. Met meer bezinning, met meer diepte. En ik denk dat men moet beseffen dat deze onafhankelijkheid op een bepaald moment in gevaar was. En dat was 68. Nee, 86 naar 92. Tijdens die Binnenlandse Oorlog. En daarom moeten wij, de militairen die zijn gesneuveld tijdens die Binnenlandse Oorlog, zeker in 200. En de burgers die zijn omgekomen, eren. En daarom komt er een monument voor de gesneuvelde militairen en omgekomen burgers. Maar het is alsof we deze mensen niet waarderen, want het duurt al zo lang. Langer dan 25 jaar. Tel maar, 86, 92. En we zijn nu 2014. Maar dankzij deze president trekken we er hard aan, maar vanwege allerlei administratieve rompslomp en comptabele voorschriften, die moeten er zijn. Maar die dingen kunnen niet zo stagneren dat we nog niet klaar zijn. In feite wilde het monument onthullen op vandaag, 25 november. Het gaat niet lukken. Misschien volgend jaar? Nee, 25 februari. Of zoveel eerder als het kan. Dus wat dat betreft ben ik vrij optimistisch. Ik denk dat we op de goede weg zijn. Maar wat we in deze moderne tijd niet moeten vergeten, dat die onafhankelijkheid beperkt is, nationaal. Deze president gaat voor regionaal. Vandaar zijn CARICOM en UNASUR.
Maar we moeten verder kijken. We moeten kijken naar globalisatie. Omdat er nieuwe issues gaan spelen. Issues als cybersecurity, climate change, pandemics, ziektes die komen, migratie, bevolkingsgroei. Dus dat zijn issues die onze grenzen overschrijden. Dus het is goed, nationalisme, un free, un abstrividentie. Maar we moeten nu verder kijken naar onze grenzen. We kijken regionaal. Maar we moeten nu ook ons oriënteren globaal. Omdat je nu nieuwe issues hebt. Wat gaat u zoal vandaag doen? Nou, ik ga straks naar de parade. Het is ook een prachtig idee dat de president heeft beslist dat het ding niet altijd in Paramaribo wordt gehouden. We waren in Ikeri, was goed, Para was goed. Dit wordt ook goed, dus ik ga straks naar die parade. En straks naar de volksreceptie. Een hele goede dag. En ik hoop dat op een dag als deze al die mensen die hebben gestreden voor die onafhankelijkheid, die Aaron, die Latschman, die Broema, noem maar op, zowel in onze bezinning meenemen. Genieten van die dag en nogmaals gefeliciteerd. Ja, en jullie ook. Een goede pers heeft de onafhankelijke staat ook nodig. Ja. Meneer Amatali, u bent de decentralisatietrekker van Suriname, vandaag zijn we hier in Leliedorp. Wat vindt u van het feit dat alles lekker gevierd wordt in de verschillende districten, het onafhankelijkheidsfeest? Ja, het is een geweldig moment voor het volk, de wijze waarop de president dit aanpakt, samen met de districtscommissarissen. U weet dat hij enorm veel aandacht heeft gegeven aan het decentralisatieproces. Hij is de trekker, anders was het echt niet gelukt. Want we hebben markten gebouwd. Kijk, hier was de meest verloederde markt ergens in de hele regio. Kijk hoe mooi het geworden is. En wat hij altijd benadrukt is de participatie van de commissariaten na de versterking. De participatie van de markthouders, van de standhouders. Dat is op Apura gelukt. Dat is op Washabo gelukt. Dat is op Mungo gelukt, voor wat markten betreft. Hier in Wanica zelf zijn wegen bestraat, wat de mensen zelf kunnen doen. Kilometers aan ontwatering van hun eigen woongebied, wat ze zelf kunnen doen. Die centrale overheid heeft geen omkijken naar. Kijk de betekenis van dit project. Of het nou vuilophaal is, of het nou markt is, of het nou wegenbestrating is. Of het gaat om ontwatering, noem maar op. De participatie van de bevolking. Daaruit hebben wij kracht geput om dit van de grond te krijgen. Zo'n project, 75 jaar lang, zo verwaarloosd om van de grond te krijgen, zonder de betrokkenheid van de mensen zou het niet gelukt zijn. Het is een geweldige dag dat de president hier op deze wijze is ontvangen door de marktmensen. Trouwens, de president is hier gekomen op uitnodiging van het volk. Op uitnodiging van de standhouders. De marktmensen hebben de president gevraagd. Via de commissaris, en hij was hier en je hebt zelf meegemaakt. We zijn allemaal getuigen van een fantastisch moment, fantastisch project, fantastisch programma. En dat is allemaal wat de gemeenschap ten goede komt en is gekomen. Is geweldig, vind ik. Het ligt bij de decentralisatie? Ja, we zijn nu aan het afsluiten. Nog 3 districten moeten hun proefprojecten afronden. Vorige week hebben we Brokkeponde opgeleverd. Dat was 7e district gedecentraliseerd. De week daarvoor was Valweg een proefproject voor Saramaka. Is ook gedecentraliseerd. Daarvoor waren alle anderen gedecentraliseerd. Nu focussen we op Paramaribo. Ik nodig u uit om pracht van het project mee te maken aanstaande zaterdag. Arabistraat Gijsvleit. Wat vanuit het decentralisatieprogramma daar opgezet is. En dan Pontbuiten, 5 december, Kinderdag, ook een sport- en recreatiepark. Ja, dat noemde ik niet in de serie van al die projecten en programma's. Dan zal Paramaribo ook gedecentraliseerd zijn. En Coroni heeft ook een heel mooie multifunctionele zaal. Zalen die je nergens gaat tegenkomen. Je gaat komen, mooie ruimte, vergaderruimte, full loaded, met beamer, met presentatieruimte. Dat is ook op Brokkeponde geweest. En dan gaan we Sipaliwini nog decentraliseren. En dat gebeurt op 6 december. Ik mag u zeggen, ik hoop dat u erbij bent met uw apparaat, met uw hebben en houden, om mee te maken aan dat communicatiepaden door Martin. Ik zal Martin vragen om iets erover te zeggen. Het is een geweldig project van zoveel kilometers wegen dwars door
de Maronsdorpen. Martin, kan je... Ja, we hebben hier in de markt wat fotomateriaal staan. Dus als u wilt, kunnen wij straks even daar naartoe gaan. En daar hebben we dus 17 bruggen. Die zijn gebouwd tussen Acioni en nu Aurora. En 70 kilometer aan looppaden. Zodat de mensen goed gebruik kunnen maken van de wegen van Kostgrond naar de dorpen. Hè. Dus het is een proefproject ook van Sipaluni geweest. En ook zij zijn dan geslaagd als zijnde een level 3 certificering. Waardoor ze eigenlijk in staat zijn om grotere projecten te doen of hetzelfde soort projecten verder uitgestrekt in het gebied te doen. Maar daarmee zullen alle 10 districten gedecentraliseerd zijn. Met eigen capaciteit om werken voor te bereiden en uit te voeren. In samenwerking met de centrale overheid, met de bevolking, dan is het helemaal geslaagd. Wat heel mooi is, volgens de grondwet, waar men geen aandacht aan geeft, maar Suriname is altijd operationeel geweest volgens één bestuurslaag, hè, die centrale overheid. Maar door dit programma heeft de president mogelijk gemaakt, ja, om die tweede bestuurslaag operationeel te maken. En dat zijn de districten die afdelingen waren van een ministerie, districtsoverheden geworden. En nou zegt de president, ik weet niet of ik het mag verklappen, maar hij denkt in de richting, maar dat heeft een primeur, hij denkt in de richting van om op dorpsniveau, ja, de bestuurslaag operationeel te maken. Ja, de dorpen decentraliseren. Eigen inkomsten, eigen uitgaven, economische activiteiten met een duurzame ontwikkeling waarvan ze het heft voor een belangrijk deel zelf in handen hebben. Is toch geweldig, vind ik. Hoe voelt u zich? U merkt het. U merkt het. U straalt. Tussen het volk. Ja. En ik sluit af dit programma. 20 december ga ik mijn handtekening voor de laatste keer zetten onder een DLGP-document. Ja, maar ik ben er, ik blijf in de buurt om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt en dat de duurzaam gegarandeerd blijft. De markt van Leeuwarden is eindelijk weer opengesteld. U merkt het, een gezellige sfeer hier in het district Wanica bij de viering van Srividensi. Later op de dag brengen we wat meer livebeelden voor u wat betreft de viering hier in het district. Namens de ATV Nieuwsdienst, Kevin Hedley.